Nou, zoals je ziet, het AMC is ook echt een dorp. Je kan naar het postkantoor, je kan je staatsloten kopen, je kan hier naar de kapper. Doen ook veel mensen, even tussendoor naar de kapper. Boekwinkel, studieboeken, gewone boeken. Je kunt hier van alles krijgen. Je kan je kopje koffie drinken. Lekker. Ja. Maar hoe ben jij hier gekomen? Ik ben in 72 begonnen, dat is al heel lang geleden, als een verpleeghulp. Een verpleeghulp, dat is gewoon als vakantiewerk. En na 5 weken vond ik dat vak zo leuk. En dan zie je kan er alle kanten mee op en toen ben ik de opleiding gaan doen. Heb ik eerst 3,5 jaar de A-opleiding gedaan, heb ik een tijdje in dat vak gewerkt. Onder andere op een beademingsafdeling. Daarna dacht ik, ik wil de psychiatrie gaan doen, dat lijkt me leuk. Dus toen ben ik de B-opleiding gaan doen, een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. En daar heb ik ongeveer 10 jaar gewerkt. En toen dacht ik van ik wil iets meer richting het management. En toen ben ik hoofdverpleegkundige geworden. Nog wat andere opleidingen gedaan, een hoger beroepsopleiding inrichtingswerk. Ik heb op een gegeven ogenblik natuurlijk een managementopleiding gedaan in de gezondheidszorg. En want dat is het leuke, zo'n ziekenhuis, zo'n groot academisch ziekenhuis, als jij wil en je grijpt je kansen, dan zijn er allerlei mogelijkheden. Dan heb ik heel veel over mezelf verteld. Maar wat zou jij nou graag nog willen weten of wat zou je willen zien? Nou ja, mijn nichtje die is bevallen en die is hier ook in het ziekenhuis gekomen. Die had ook wat probleempjes. En ja, ik vroeg me gewoon af hoe dat allemaal ging rondom de bevalling. Ja, ik ben met name geïnteresseerd in verloskunde. Ja. Zal ik je dan eens naar de polykliniek brengen van verloskunde, daar waar de mensen binnenkomen? Oké. Okay. Ja? Okay. Ja.